Hoi, ik ben Josse. Hi, ik ben Marie. En wij lopen stage bij Kat en Bult. Ik volg de opleiding Software Developer op Landstede in Raalte. Ik volg de opleiding Media Communicatie op het CIBAB in Zwolle. Ik vond deze stageplek via mijn BPV-begeleidster vanuit school. Zij stuurde een paar bedrijven door en daar zit Kattenpunt bij. Ik heb deze stageplek gevonden via stagemarkt.nl. In deze periode ga ik bezig met het ontwerpen van een website. Bij Kattenpunt werkt eigenlijk iedereen op afstand. Ik zit hier 5 dagen in de week en mijn collega's wisselen dat af, zodat we allemaal op 1,5 meter afstand kunnen werken. Een stage op afstand is natuurlijk wel gek, maar met veel en goed communiceren komt het allemaal wel goed. We hebben elke dag een overleg via Teams en ik ben hier wel 5 dagen in de week en ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet hier. Om het bedrijf toch een beetje te leren kennen in deze tijd hebben Ilse en ik al een aantal collega's gebeld en gesproken om te kijken wat hun doen binnen het bedrijf. Waar ik wel aan moet wennen is de hele dag stilzitten. Vandaar dat ik tijdens de lunch altijd een lunchwandeling maak. Aanspreekbaar bij het communicatiebureau is de afwisseling en ik vind het heel erg leuk dat eigenlijk iedereen binnen Kattenpunt andere werkzaamheden heeft. Buiten stage ben ik veel bij vriendinnen te vinden om gezellig te kletsen en te shoppen. En ook vind ik het heel leuk om in de post te wandelen, dus dat doe ik ook graag. Mijn hoogtepunt bij Kattenpunt tot nu toe was toch wel om mijn eigen gemaakte posts te zien gebruikt worden op Instagram. Je kunt me wakker maken voor chocola. Wat ik tot nu toe heb geleerd bij Kattenpunt is om meer te durven in je ontwerp. Buiten school en stage vind ik het leuk om met vrienden af te spreken, wat nu natuurlijk wat moeilijker gaat met corona. Ik vind het leuk om met fotografie bezig te zijn en te kijken welke trends gaande zijn in het gebied van vormgeven, maar ook de trends in mode. Wat ik tot nu toe heb geleerd bij Kattenpunt is het gebruiken van verschillende programma's, zoals Dreamweaver. En ook werken ze veel met WordPress en dat is voor mij ook eenmaal nieuw, dus dat ben ik ook aan het leren. Je mag me voor 2 dingen wakker maken. Dat zijn toeren met Karen de muziek op frituurde gaan halen. Maar je mag er ook 1 ding van maken en dan die allebei tegelijk. Mijn hoogtepunt tot nu toe bij Kattenpunt was natuurlijk een hele blije klant. Omdat hij zo tevreden was over de website. Dit vind ik natuurlijk erg leuk om te zien. Ik kan ook erg trots op zijn.